We gaan een Koeker kraan installeren op een aanrechtblad. Heb je nog geen 35 mm kraan gehad in je aanrechtblad? Boor deze dan eerst of schakel een ervaren installateur in of bel voor vrijblijvend advies met onze service. We helpen je graag. Haal de kraan uit de doos en sluit de warm, koud en mengwaterslangen aan op het kraandeel. Draai deze vervolgens voorzichtig aan met steeksleutel 10 en 14. Druk de kraanpijpjes goed bij elkaar en voer de slangen vervolgens één voor één door het kraangat. Zorg dat er minimaal 40 cm onder het gat vrij is voor het koppelstuk van de uittrekslang. Het koppelstuk dient tevens als contragewicht. Schuif de grondplaat en daarna de aantrekmoer over de leidingen. Draai de aantrekmoer handvast en zet de kraan recht op het aanrechtblad door het logo naar voren te zetten. Draai de twee schroeven op de aantrekmoer vast met een kruiskopschroevendraaier. Druk de zwarte uittrekslang en mengwaterslang in het koppelstuk. Druk ze beide erg goed aan en trek ze voorzichtig weer terug om te controleren dat ze beide goed vastzitten. Heb je een Combi of Combi Plus, installeer dan eerst het reservoir. Heb je een Pro 3 of Pro 7, dan plaats je nu de zeefjes in de uiteindes van de koud- en warmwatertoevoer. Draai de koud- en warmwaterkraanslang hierop vast met steeksleutel 19. Indien er nog geen 3 8 aansluiting zit, dient deze eerst geïnstalleerd te worden. Deze is namelijk niet meegeleverd. Controleer of het koppelstuk vrij loopt. Buig ze nodig erg voorzichtig de kraanpijpjes van de flexkraan iets bij... en verwijder andere snoeren en obstakels. Indien nodig kun je het koppelstuk loskoppelen met het meegeleverde tool. Druk de ontgrendelsleutel plat op het koppelstuk en trek de slang terug. Je kunt nu verder met het aansluiten van jouw koekenreservoir. Veel succes!